Gina Lollobrigida en Sophia Loren in Rusland. Ook van. Ze had een shirt, laat het even zien. Ja, dan moet je jasje een beetje open doen. Ja, helemaal. Zo, en dan erbij. Ja. Zo ja, en dan jij ernaast. Eén keer. En dan met die hemden erop. Ja, daar gaan we toch. Moet je niet te kloppen, niet te kloppen. Die kloppen niet. Dan moet je er een maken zonder die koppen, zakken. Zo ja, zonder die hoofd. Ja. Zonder die hoofd. Ja. Meneer Fuchs, het hoeveelste boek is dit? Vijftig over. Vijf. Ja. Ja. En zijn er ook columns geweest in de Groene Amsterdammer, nu het laatste ja, boek? Ja, bladzijden. Het zijn geen columns, maar het zijn drie bladzijden. Mm-hmm. Het is één bladzijde met twee plaatjes erbij. Oh, ja. Dat bepaalt de lengte, dus dan allemaal 800 woorden, daar op de 800 woorden. Dan is het plaatje namelijk vol. Ja. Het is een van de langst lopende series, denk ik, bij jullie, van Louis Fuchs. Ja, het zijn columns die wel 30 jaar duren. Ja, dat is waar. En, we hebben bijvoorbeeld een theatercriticus die al 40 jaar voor ons schrijft. Dus, de Groene heeft er niet zo'n last van dat er dwangmatig verjongd moet worden. Van cultuur. Ik vind dat er heel veel rotzooi gemaakt is en dat we daar. Ja. Wat zou u mee willen geven? Dat die eigenlijk moet wel moet voorzichtig zijn om dingen weg te gooien. Een maatschappij leeft dat er gemaakt wordt, wat er bedacht wordt. Dat kan beter zijn en minder goed. Maar uiteindelijk alles is humus. Hè? Zoals in een bos. De bomen groeien op oude bladeren en het stinkt een beetje en het rot een beetje weg. De humus. Dat is van groot belang in de cultuur. En alles wat gemaakt is humus. En alles wat gemaakt wordt kan aanleiding zijn tot weer andere ontdekkingen. En dan moet hij erg op. Hij moet erg voorzichtig zijn. Ja. Ja. Nou, wat hem zo bijzonder maakt is dat hij zo. Ik ken niemand die beter kan kijken dan hij. Kijk op een heel open manier. Hij is niet meteen op een oordeel uit. Hij wil eerst begrijpen wat hij ziet en dat wat hij onder handen neemt zo goed mogelijk. Dat is bijzonder. En hij is natuurlijk een wandelend beelder. Hij kan niet alleen heel goed kijken, maar dat wat hij kijkt kan hij met alles in verband brengen. Met de kunstgeschiedenis wat nu gemaakt is, wat vroeger gemaakt is. En, hij is een ouderwetse didacticus en dat klinkt stijf, maar dat is hij nou juist helemaal niet. Mensen schrijven één boek in hun leven. Dat kan in verschillende delen bestaan. Harry Mulisch heeft één boek geschreven. En de verschillende boeken zijn verschillende varianten daarvan. Het zijn gezichtspunten, ooghoeken en segmenten. Ik bedoel, alles wat ik geschreven heb gaat op een manier over beelden. Je kunt over kijken, En dat zal wel zo blijven. Als ik wind zou worden, dan zou het een herinnering zijn. Okay.